Hazenvlees is fijn en mals en het heeft ook een krachtige smaak. In dit recept serveren we het met een romige knolselderpuree en een originele bessenchutney. Allemaal in minder dan een uur. De hazenrugfilets hebben we eerst oppervlakkig laten ontdooien. Nu gaan we ze van de ruggengraat halen. We gebruiken daarvoor de bolle kant van een lepel. Met je hand of met een tweede lepel kan je de ruggengraat wat tegenhouden. De andere filet halen we op dezelfde manier van het been. Daarna deppen we de filets droog met keukenpapier. De ruggengraat hoef je niet weg te gooien. We gaan hem gebruiken voor een lekkere saus. Bij onze hazenrugfilets serveren we dus een chutney van blauwe bessen. De zoetzure smaak daarvan past uitstekend bij dit stuk wild. We mengen eerst een fijn gesnipperde ui met wat geraspte gember. Daar doen we nog frambozenazijn, cayennepeper en suiker bij. Die mengeling laten we nu zo'n 10 minuten stoven op een zacht vuur. Als je ziet dat de mengeling de textuur van een lichte siroop krijgt, voeg je wat diepgevroren blauwe bessen en de zachte veenbessen toe. Na 10 minuten doen we er de rest van de bessen bij en laten we alles nog eens 10 minuten sudderen. Nu is het tijd voor onze knolselderpuree. Een lekker bijgerecht dat ook snel klaar is. Laat de blokjes knolselder garen in kippenbouillon die je hebt aangelengd met melk en room. Als de knolselder gaar is, gieten we de blokjes af en vangen we tegelijkertijd het kookvocht op. Pureer dan de blokjes knolselder en kruid de puree met nootmuskaat, peper en zout. Als je de puree te droog vindt, meng er dan wat kookvocht onder. De ruggengraat van onze hazenrugfilets hebben we niet weggegooid, want hij zal onze saus extra smaak geven. Bad de ruggengraat eerst goudbruin in wat boter, samen met een fijn gesnipperde shallot, tijm en laurier. Blus de pan daarna met porto en wildfond. Na 10 minuten giet je alles door een zeef. Als je de ingrediënten in de zeef wat aandrukt, dan zal je saus boordevol smaak zitten. Kruid de saus nog met peper en zout en laat ze eventueel opnieuw inkoken als je ze te vloeibaar vindt. Voor onze bijgerechten en saus hoeven we niets meer te doen. Tijd om ons vlees klaar te maken. Bak de hazenrugfilets eerst aan alle kanten goudbruin. Laat ze daarna ongeveer 10 minuten bakken op een matig vuur. Hazenrug wordt saignant of rosé gegeten, dus de baktijd hangt af van je eigen voorkeur. Vergeet het vlees op het einde ook niet te kruiden. Dit recept met hazenrug, bessenchutney en knolselderpuree zorgt gegarandeerd voor succes aan tafel. Als begeleidende drank suggereren wij een rode Bessac Léognan met mooi versmolten tannines en een fruitig karakter. Deze Château Limbourg is een aanrader, zeker als je hem net onder kamertemperatuur serveert. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.